223 jaar geleden kwam er een einde aan de imposante Don John-toren van de Valkhofburcht. Eeuwenlang domineerde de reuzentoren de skyline van Nijmegen, maar in 1794 werd die dan toch afgebroken. Ja, nu ligt al een aantal jaren een plan om deze toren te herbouwen op de oorspronkelijke locatie waar nu het Valkhofpark ligt. Het is een veelbesproken onderwerp met veel voor- en veel tegenstanders. Eeuwenlang domineerde de reuzentoren de skyline van Nijmegen. Maar de terugkeer van de donjon was omstreden en jarenlang voer voor discussie. Ja, tuurlijk. Er blijft altijd een discussie van moet je een oud gebouw wat niet meer bestaat weer herbouwen. Maar nu gebeurt het dan toch. Vanwege de populariteit heeft de gemeente Nijmegen in 2006 een referendum opgezet rondom dit plan. En daaruit is besloten toch een replica van de donjon te gaan bouwen. Toch had dit nog veel voet in aarde en was het nog jarenlang onduidelijk of de toren er daadwerkelijk zou komen. Nu lijken de meeste zaken rond te zijn en zal de bouw naar alle waarschijnlijkheid eind van dit jaar van start gaan. En binnen ongeveer een jaar zal de toren van ruim 4,5 miljoen euro herbouwd moeten gaan worden. De toren wordt gehuurd door een nog onbekende huurder. En bovenin zal zich horeca gaan vestigen en kun je gaan uitkijken over de regio. Omdat men de afgelopen jaren nog steeds erg verdeeld was over de terugkomst van de toren, zijn wij benieuwd hoe men er anno 2017 over denkt, nu de bouw zo goed als zeker doorgaat. Op Twitter vroegen we jullie naar je mening. Voor- en tegenstanders gingen lang nek aan nek, maar uiteindelijk waren de voorstanders in de meerderheid. Ook op straat vroegen we jullie naar je mening hierover en de reacties waren als volgt. Zijn jullie bekend met Don John? Ja. Ja? Dat vindt wel een leuk idee. Ja? Ja. Dus u vindt het prima dat hij er komt of zeg je van niet doen, onnodig? Ja, we doen het dan gewoon zelf verder. Ja, ik denk dat ik er weinig vanaf weet om daar echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ja. De Valkhof, dat ligt al hoog. Hè? Dus, ja, precies. Dus deze komt er bovenop. Ja. Misschien een metertje of 3, 4, 35. Ja, lekker restaurant erbij. Dus een heel mooi uitzicht over Nijmegen. Dus misschien wel een grote aanvulling van Nijmegen. Publiekstrekker. Komt hij nog vaker terug? Ja, wie weet. Ja. Dan willen ze namelijk een toren gaan bouwen. Hè? Ja. 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 Maar dat moeten ze gewoon doen, toch? Gewoon doen? Ja. Ja. Toen dat proefding er stond, 10 jaar geleden was het, vond ik hem leuk. 2005. Vond ik hem maar leuk. Ja. Ik zou zeggen, we dat geld breekt die oude V&D af en zet hier tegenover de waar iets moois. Want dit vind ik het ergste hier in Nijmegen. Kijk, als je bij de Valkhof kijkt, het ziet er hartstikke mooi uit. Ja, we zijn er net geweest, ziet er inderdaad mooi uit. Ja. En als je daar nou een oude middeleeuwse toren zet, ja, het is op zich best mooi. Maar dit vind ik een van de mooiste plekken van Nijmegen. Als je de Waag ziet, zo met die hoek daar, met die cafés. En dat ziet er nu niet meer uit, bedoelt u? En, ja, kijk je naar de andere kant, zie je die HEMA en die V&D. Dat vind ik nog veel erger. Ja. Ja, goed, dat zal wel meer kosten dan 4,5 miljoen. Dus voor Nijmegen denk je van aanvulling? Ja. Maar ook geld. Ja. Maar eerlijk gezegd niet zoveel uit als je nou ergens niet komt. Nee. Ik vind het prachtig dat hij weer terug gaat komen. Ja. Goed plan. Goed plan. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld van Arnhem afkomt en je ziet hem dan daarboven staan. Dat is een schitterend gezicht. Ja. In totaal was dit het aantal voorstanders. Doen, maar wel veel geld. Ja. Top. Super. Ja. Nou, een leuke reactie. Mijn meerwaarde van Nijmegen. Doen, maar wel veel geld. Ja. U bent het met uw man eens? Tuurlijk. Ja. Ja. Goed zo. Doen, maar wel veel geld. Ja. Ja, het is veel geld. Dat is ook geld. Inderdaad een hoop geld. Kijk, antwoord B. U bent buitenstaander, je zegt antwoord B. Doen, maar wel veel geld. Nou ja, dat zie ik mezelf zeggen. Dus, ja. Ik denk wel doen, maar het is wel veel geld. Dus gewoon top, gewoon bouwen. Ja. Laten komen. Ja. En dit was het aantal tegenstanders. Ja, puur geld, gewoon niet meer. Maar wat komt erin op? Mij hoeft het niet per se. Het hoeft niet per se. Nee. Ik heb er geen belang aan bij. Dan zou ik voor de derde optie kiezen. Onnodig niet doen. Ja. Geld is op veel andere plekken veel harder nodig. Onnodig. Ja, veel centjes, ja. Hè? Ja, dat vind ik onnodig. Andere leuke dingen mee doen. Ja, inderdaad. Ja. Met de peiling op straat en de resultaten via Twitter samengevoegd is dit de uitslag van onze poll over de donjon. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen.